Hoi en welkom bij mijn nieuwe vlog. Ik heb besloten om weer de camera erbij te gaan pakken omdat ik me weer wat beter voel. Ik ben al niet helemaal beter. Dus ik blijf ook gewoon echt thuis totdat het weer helemaal voorbij is. Want anders gebeurt er precies hetzelfde vorige keer. Ja, ik ben nog steeds bij mijn ouders thuis. Het is nu vrijdag. En ja, dat staat vandaag niet zo heel veel op de planning. Ik ben vooral veel bezig. Nou, ik heb eigenlijk alleen maar op de bank gelegen. Maar wat ik dus wel heb gedaan de afgelopen dagen is mijn vlog editen voor vanavond. Die komt vanavond om 8 uur online. En ik merkte nu echt al een wereld van verschil met editen. Het liep niet meer vast, het haperde niet. Bij het renderen, dat duurde op mijn vorige laptop 6 uur en op deze laptop 28 minuten. Dus ja, dat is echt wel heel prettig. En ik heb ook zo'n statief gekocht met licht en een standaard. Die komt vandaag binnen. Zodat ik ook beter 's avonds kan filmen, want ik merk gewoon dat mijn beeld veel slechter is als het avond is. En dat vind ik niet mooi, dus ik heb geïnvesteerd in een statief, die komt vandaag binnen. Ja, en verder heb ik gewoon even een paar kleine klusjes. Ga ik vooral ook veel liggen, want ik mag niet te veel gaan doen. En ja, ik neem jullie gewoon af en toe mee met de dingen die ik doe, of de dingen die ik juist niet doe. Ja, en ik zal misschien wat vaker gaan knippen in deze vlog, omdat ik gewoon heel vaak een hoestaanval krijg. En ik zal het jullie besparen. Want dat vindt niemand fijn om te horen. Oké, nou, ik ben heel blij, want de pakketjes zijn nu al binnen. En die staan nu, ja, ik zal zo even misschien laten zien waar die op staan. Maar die staan op een pastapot met een beker en... In mijn eigen huis in Brabant staan jullie heel vaak in een lente-ui. Dus ik ben heel blij dat ik dit binnen heb gekregen. Dus ik ga hem samen even uitpakken. Ik vond het best wel een zoektocht eigenlijk. Ik heb deze nu via bol.com besteld. Want je hebt allemaal verschillende hoogtes. Nou ja, en ik ga niet honderden euro's uitgeven aan mijn eerste statief. Maar ik vind dit wel een mooi prijsje. Ja, er staat niet echt een merk op. Oh, hier. Dit is het merk. Dus, gaan jullie kijken. Oké, er zit een tas bij. Sorry voor al het geknisper en zo. Er zit dus een tas bij waar ik het in mee kan dragen. Jullie vullen naar beneden. Even kijken. Dit is het statief. Ik ga zo meteen even alles in elkaar zetten, maar ik laat even zien wat erin zit. Dit is het statief. Dit is hetgene waar je dus je telefoon op zet. En die schijnt overal naartoe. Oh ja, er zit zo'n bal in, zeg maar. Dus je kan hem echt naar alle kanten kan je hem draaien. Oh, en deze is ook nog flexibel. Oké. Okay. Dit is de onderkant van het statief. Ik hoefde ook echt geen hele grote te hebben hoor, want ik ben al blij als ik hem op een tafel kan zetten. Ik denk dat dit ook voor een laptop is, maar laptop, telefoon. Maar je kan dus ook je camera erop zetten. Nou, die heb ik dus nog niet. Ook weer een onderdeeltje. Er zit een oplaadblokje bij. Dat moet ik even lezen. En dit is het licht. Heel groot omhoog. Hij is 10 inch, dacht ik. Nou, dat is voor nu echt prima. Ja.
gebruiksaanwijzing, ga ik zo even lezen. En er zit dus een afstandsbedieningetje bij. Want ik wil ook, het is ook voor mijn TikToks. Dus dat is gewoon heel handig. Om dat met een afstandsbediening te doen. Maar ik wil ook gewoon foto's zelf kunnen maken. Dus dat kan ik hier ook mee doen. Dus ik ben hier echt heel blij mee. Dus ik ga hem even in elkaar zetten en laat ik zo meteen even zien hoe het eruit ziet. Oké, ik heb hem in elkaar gezet. En hij is groot. Ik had het niet verwacht. Ja, misschien moet ik gewoon beter lezen. Maar dit is echt ziek. Ik kan hem gewoon op allemaal standen neerzetten. Dus dit betekent dat ik het gewoon in heel mijn huis kan zetten. Ik ben echt heel blij. Jullie staan eigenlijk nu op het statief. En ik ben er echt zo blij mee. Het is echt... Ik kan nu gewoon zeg maar overal kan ik mijn camera neerzetten. En ik kan gewoon altijd filmen omdat ik goed licht heb. Er zitten verschillende kleuren op. Ik vind deze wat normaler. Er staan drie standen kleuren op. Is dat normaal? Geen idee. Drie verschillende kleuren opstaan. Jullie snappen wat ik bedoel. Oké, ik moest heel even onderbreken omdat ik dus een hoestaanval kreeg. Ik ook niet krijg. Oké. Ik probeer even het lange verhaal kort te maken. Ik wil alles met jullie delen, omdat ik mensen wil motiveren gewoon hetgeen te doen wat ze leuk vinden. Dus dat houdt ook het filmen in. Doe het, begin gewoon. En tuurlijk, je hebt niet in het begin 1000, 10.000, weet ik veel hoeveel volgers, likes, comments. Maar dat komt wel. Zolang je maar doet wat je leuk vindt, het hoeft ook niet veel te kosten. En dat is wat ik hier dus mee probeer te vertellen. Dus ik ga nu weer even liggen. Even wat drinken, want hoe. En ik zie jullie straks weer. Goedemorgen. Het is vandaag zaterdag en ik voel me wat beter gelukkig. Ik heb ook even lekker gedoucht, mijn haren gewassen. Daardoor voelt de mens zich ook altijd beter. Vandaag, ja, het is echt vreselijk weer buiten. Dus we hebben niet zo heel veel plannen. Ik denk dat ik vandaag gewoon lekker ga simsen, want dat doe ik nu ook eindelijk op mijn laptop. En ik ga vanavond sushi eten met mijn moeder. Want mijn vader die gaat uit eten. Dus ik ga lekker sushi met mijn moeder eten. En gewoon lekker een beetje relaxen. En morgenochtend vroeg gaan we weer terug naar Brabant. Dus we zijn een beetje aan het inpakken en aan het rommelen en zo. En dat is een beetje de bedoeling van vandaag.
Nou, we hebben vanmiddag... Mama is er ook. We hebben vanmiddag aan tafel gezeten met laptops. Pa en ma hebben allemaal foto's uitgezocht. Dat duurde heel lang. Hij snap. Ja. En ik heb Sim gespeeld, optie. Maar mijn vader was daarvoor dus naar een kringloopwinkel geweest. En toen kwam hij dus ringlicht tegen. En ik ben echt super blij, want dit is een tafelmodel. Want degene waar jullie op staan, die staat op een heel groot statief. En ja, dat kan ik gewoon niet op een tafel zetten of op het aanrecht of zo. Dus dat was niet zo handig. En toen kwam mijn vader deze tegen. En die heb ik van hem gekregen. Dus super blij. Dus dat scheelt ook wel goed. En hij is kleiner. De inch, zeg maar, is kleiner. Ik denk gewoon, nou, zou ik denken. Ik denk 15 centimeter of zo. Ik kan niet goed inschatten. Dus super blij mee. En nu, mijn vader gaat weg. Wij hebben sushi besteld. Het komt zo meteen binnen over een kwartiertje. Dus wij gaan lekker sushi eten. Leuk film aanzetten. En dan, ja, geen idee wat we nog meer gaan doen. We zien wel. Goedemorgen, wij zijn onderweg naar Brabant. Net alle spulletjes ingepakt. Het is nu 8:15. Dus we zijn vroeg vertrokken. Maar ja, het uurtje is natuurlijk verschoven. Dus wij voelen daar helemaal niks van. Dus ja, we gaan nu ongeveer een uurtje rijden. En dan boodschappen halen. En dan zijn we weer op de camping. Me niet omdat ik ziek was. Dit heeft hij helemaal dicht gemaakt. Dit, is zeg maar, dit was helemaal open. Dus dit heeft hij dicht gemaakt en we hebben split neergelegd. Dat zijn kleine steentjes, zodat het zeg maar niet, de viezigheid niet opspat tegen, zeg maar als het regent, dan kan er viezigheid tegen de onderkant opspatten. Hier gaat hij nu zand neerleggen.
En dit is nu helemaal dicht. Super mooi gedaan. Daar ben ik echt heel blij mee, want dat scheelt zoveel kou. Ik in de mond? Ja. Dan vul ik alleen maar de soja. Broeken. Wat ze trouwens aan het doen zijn. Ik heb een zak met kleding gekregen van collega's van mijn moeder. En mijn kasten waren dus echt al vol. Ik heb niet heel veel kastruimte in principe. Maar je hoeft niet te fluisteren hoor. Oh, sorry. Oh, mam! Oh nee! Oh nee! Stapel ze wat om. Wacht, ik vertel zo verder. Dat kan niet, hè, op dat bed. Nee, dat kan niet. Oké, dus maar. Dus we zijn nu alles even aan het reorganiseren. En zomerkleding eruit aan het halen. Dat soort dingen en zo. Maar het is echt. Het is wel een gedoe, hè? Zo'n kleine ruimte ook. Het moet gewoon praktisch zijn. Ja, dat is waar. Dus dat. Heb je nog één ruimte over? Ja, kom maar even naar de goal van de tanken. Kom maar even af, want ik moet dit nog uitzoeken. Ja. Mijn moeder en evenwicht. Maar dat ligt aan de leeftijd, hebben we gehoord van de week. Wil jij deze passen? Want dit is te wijd voor mij. Is een kolletje of die gaan daar in zo meteen? Goedemorgen. Hallo. Goedemorgen. Heb je het koud? Nee. Oh. Ik ga de timer weten. Omdat je die bus gaat bouwen,
kan ook niet. Ja. En dat zie ik aan die dingetjes dan. Ja. En aan de stekker is het ook weer die klokken. Oké, want ik dacht, ik koop er één, want ik kan aan die dus in het ding doen. En dan in de tafel leggen. En dan kan ik drie punten. Of moet ik ook foto nemen? En we hebben een paar poeltjes gekocht. Een donkergroene voor mij. En een zwarte voor mij. En ik heb thermohandschoenen voor de fiets. En nog een trui voor ons allemaal. Die leggen gewoon in de caravan. Die was in de Salé. Dus die kunnen we allemaal pakken en aandoen. Dus dat is chill. Wil je nog wat toevoegen? En een stopcontact. Ja, we hebben inderdaad ook een stopcontact gekocht. Want we hebben hier in het keukengebied, het eetgebied, hebben we geen stopcontact. Niet zo handig. Ik ga dus nu een TikTok opnemen dat ik bananenbrood aan het bakken ben. Ik vind het best wel een beetje spannend, want normaal gesproken maak ik dus gewoon clips via mijn camera. En nu ga ik het dus voor de eerste keer in de app TikTok zelf doen. Dus ik ben een beetje bang dat als ik straks alles gefilmd heb, dat het dan weg is of zo. Dat is echt mijn grootste nachtmerrie. Maar goed, ik ga het nu proberen. Ik denk dat ik er super lang mee bezig ben. Maar ja, ik ga het zien. Ik heb net de TikTok gemaakt. En ik moet nog alleen de laatste shot filmen. En dat is dat zeg maar bananenbrood af is. En dan mooi op een plankje. Mijn moeder heeft alle glazen gewassen. Buiten zeg maar niet glazen, maar de ramen. Ik zeg soms echt stomme dingen. En mijn vader die heeft buiten getegeld, toch? Ja, voorbereid. Voorbereid en die lamp is opgehangen die ik net liet zien. Dus ze zijn allemaal een beetje moe. En toen dachten we dat het heel laat was, maar het is pas 2 uur 's middags. Dus we hebben echt gewoon een beetje last van het uurtje verschil. Ja, we zullen nog even een paar kleine dingen doen. Dan gaan we lekker relaxen. En in ieder geval alles kunnen doen terwijl het nog droog is. Want er wordt wel regen voorspeld vanmiddag. Dus we zijn blij dat het weer klaar is. Ja. Check! Thank you.
ik zit hier weer alleen. En ja, het is wel weer even wennen, moet ik heel eerlijk zeggen hoor. Want ik zat een hele week natuurlijk met mijn ouders. En het werd af en toe even lekker voor me gekookt. Oh, daar heb ik echt van genoten. Dat vond ik echt heel erg fijn. En, maar ik vind het ook wel weer even lekker om alleen te zijn in mijn huisje. En ja, morgen eventjes nog even bijtrekken. Want ik merk wel echt als ik iets doe, ook al is het iets kleins, dan ben ik echt super moe daarna. Maar mijn plan is wel om woensdag weer te gaan werken. Want daar heb ik ook echt wel heel veel zin in. En gewoon weer even die routine terug. Nu niet meer ziek worden, want ik ben het echt helemaal zat. Ja, en vanavond ga ik verder niet zoveel meer doen. Ik heb vanmiddag echt al een heel stuk van mijn vlog kunnen editen. En ja, ik ga een beetje relaxen. Ik ga vroeg naar bed lekker. Dus ik zie jullie morgenochtend. Ik heb lekker bananenbrood als ontbijt met ja, een beetje gestoofde appels of zo. Ik ben nog een beetje aan het ondervinden hoe het precies werkt, maar het smaakt wel echt heel lekker. Ja, ik had echt even een beetje een soort van eye-opener net. ik was echt om, wat was het, 7:15 wakker of zo. En ik pakte meteen mijn telefoon en ik ging scrollen en er zit zeg maar al zo lang in mijn hoofd dat ik echt een soort van ochtendroutine wil hebben zonder mijn telefoon en dingen voor mezelf wil doen. Ik wil heel graag vroeg opstaan, ook zeg maar als ik moet werken dan wil ik gewoon een uur daarvoor de tijd hebben om dingen voor mezelf te doen. In plaats van alleen mezelf wakker te maken, het ontbijten, aan te kleden en naar werk te gaan. Want ik weet dat journalen, zeg maar, schrijven in een, hoe noem je dat? In een schriftje over je gevoelens en zo. En meditatie en yoga, et cetera, voor mij zo goed werkt om me rustig te voelen, me goed te voelen. Geen negatieve gedachten te hebben en vooral geen angstige gedachten te hebben. En ik heb het zo erg achterwege gelaten de laatste tijd. Maar dat kwam eigenlijk omdat ik me best wel goed voelde. Ik voel me nu ook gewoon goed, maar voor mij is gewoon, en voor heel veel andere mensen, is de winterperiode gewoon echt een zwart gat geweest, altijd. En ik weet dat ik dat tegen kan gaan. Dus ik had echt even zo'n eye-opener vanochtend van, wat ben ik aan het doen? Ik heb mijn telefoon weggelegd. Nu natuurlijk niet, want ik ben aan het filmen. Maar ik bedoel echt gewoon social media, WhatsApp en zo. Dus dat heb ik nu allemaal uitgezet. Ik ben gaan schrijven weer sinds heel lang. Daar baal ik echt wel van. Want het grappige is, dat is ook een soort van rode draad door het schrijven heen van mij. Ik schrijf alleen maar als ik me goed voel. Super gek. Terwijl ik gewoon eigenlijk wil gaan schrijven als het ook gewoon even niet goed gaat. Dus ik ben er vandaag mee begonnen. En ik ga zometeen ook gewoon even lekker mijn yogamatje erbij pakken. En dat weer oppakken. En misschien later op de dag mediteren. Ik wil heel graag lezen. Ik moet dit gewoon doen. Ik wil dit doen. Dus dat ben ik nu aan het doen. En ik geniet nu al hiervan. Dus ik ga even de camera uitzetten. En even op mezelf focussen. Ik heb net lekker geluncht. Ik moet wel even een paar dingen doen. Hetgeen waar ik het meest tegenop zag, heb ik net gelukkig al gedaan. En dat is
een nieuwe dokter vinden, een nieuwe tandarts vinden en een nieuwe apotheek vinden. Ik ging dat altijd zo gedoe, heen en weer bellen, dan bij die ander weer uitschrijven, gegevens over laten zetten. Maar goed, ik heb nu het grootste gedeelte gedaan, dus daar ben ik echt heel erg blij mee. Ik zat heel erg te twijfelen of ik nog bij mijn oude dokter en zo me daar gewoon niet zou uitschrijven, want ik kon nog best wel regelmatig in Voorschoten. Maar toen dacht ik, ja, als ik een spoed heb, gaat dat natuurlijk niet. Dus ik heb dat net geregeld. Ik wil vandaag nog even een afwasje doen. Ik wil mijn pottenkast even schoonmaken, want daar staat echt wel een hele laag stof op. Ik moet nog even editen. En ja, niet te veel doen. Uitrusten, want morgen ga ik weer werken. Ik heb me beter gemeld. Dus morgen ga ik weer aan de slag. Ik heb er echt wel weer even zin in. En ook wel een beetje, nou niet per se nerveus, maar ik ben gewoon echt heel erg moe nog steeds na kleine taakjes. Dus ik moet morgen van 8 tot 6. Dus ik denk dat ik in de avond echt gebroken ben. Maar ja, goed. Ik moet toch echt weer gaan beginnen en uiteindelijk ben ik er weer aan. Maar ik ga nu even een paar dingetjes doen en ik neem jullie gewoon mee. Oké, deze ga ik eventjes helemaal leeg halen en even alle potten schoonmaken, plankjes schoonmaken en zo, want het is echt even nodig. En dan is het weer lekker schoon. Oké, zoals jullie net zagen heb ik die podcast schoongemaakt. Ik heb ook even wat veranderd. Dat wilde ik eigenlijk al een tijdje doen, omdat die kast gewoon super hoog is. En het oogde best wel druk daardoor ofzo. Dus ik heb hem nu eventjes uit elkaar gehaald en anders neergezet. Heel blij mee. Er is nog één kastje die echt een doorn in het oog is voor mij. Want je ziet gewoon de rommel en ik hou er gewoon echt niet van. Dus ik ga er even wat, ik ga proberen dat eventjes op te lossen. Dus dat is het volgende dat ik ga doen. Goedemorgen. Het lijkt alsof ik dezelfde dag steeds veel, maar dit is mijn huisvest, dus die heb ik veel aan. Het is vannacht 2 graden geweest. Het is nu nog steeds 2 graden in de caravan. Ik kan een wolkje uitblazen. Dus, en ik moet zeggen dat het nog meevalt met hoe koud ik het heb. Ik heb wel gewoon meteen de elektrische kachel aangezet en de gaskachel, dus ik hoop dat het snel wat warmer is. Vandaag ga ik weer werken om 12:30. Een halve dag, want ik ben gewoon nog steeds niet mezelf. Dus ja, ik moet het gewoon weer op gaan bouwen en dan komt het uiteindelijk wel goed. En deze ochtend ga ik rustig aandoen. Weer schrijven, yoga. Een beetje opruimen en zo. En dan naar werk dus. Hier. Goedemorgen, het is vandaag donderdag. Ik heb gisteren niet meer gefilmd omdat ik gewoon echt heel erg moe was van werk. Vandaag moet ik ook weer werken van 12 tot 8, dus ik zal eigenlijk niets meer filmen. En aangezien morgen de vlog online komt, ga ik nu mijn vlog afsluiten. Dus heel erg bedankt voor het kijken. Laat vooral weten wat je ervan vond. Laat een like achter. En abonneer op mijn kanaal, zodat je elke vrijdag om 8 uur mijn nieuwe vlog kan zien. En ik zie je volgende week. Doei!